Dit jaar komen er zo'n 1000 mensen die in een verkamerde situatie wonen, die kloppen bij de gemeente of eigenlijk bij Stichting Woon aan, om hulp te krijgen. Dat zijn vaak jonge mensen die ofwel door de huisbaas op straat gedreigd gezet te worden, ofwel echt belachelijk veel betalen of geïntimideerd worden. Dus er zijn zo'n 1000 mensen dit jaar al die daar hulp bij nodig hebben. Maar die onrust is nu juist ontstaan, omdat er vanaf 1 januari, we gaan ze niet allemaal opsommen, maar er moet voor iedere individuele student die in een kamer zit, moet er een huurcontract komen. Er moet een gemeenschappelijke ruimte komen van een x-aantal vierkante meters. Er moeten echt aparte vertrekken komen. En wat nieuw is, is inderdaad het individuele huurcontract. Het is echt een expliciete wens vanuit de jongeren met name. Van zorg nou dat ik meer zekerheid heb. Dat echt ik een relatie heb met de verhuurder. Zodat de verhuurder, als hij me dreigt op straat te zetten, ze niet kan zeggen, ja, ik heb alleen maar met de hoofdhuurder een contract. Mm-hmm. Met jou heb ik niks. Dus juist om die jongeren wat meer zekerheid te geven, willen we dat in de nieuwe contracten gaan invoeren. De bestaande contracten, die gewoon nu netjes volgens de regels zijn, blijven allemaal doorlopen. Dus de zorg van mensen dat ze op straat gezet worden door nieuwe regels. Er komt niemand op straat te staan. Als het nu gewoon volgens de regels is, dan is het straks ook nog volgens de regels.